vuilniswagen, die ken je waarschijnlijk wel. Maar een bestuurbare vuilniswagen, dat is even nieuw. En in deze video laat ik je gewoon een aantal details van het model wat ik hier bij me heb. In de schaal 21 en wordt dus geleverd met achterbediening. Nou, dan gaan we eens kijken van wat kan er eigenlijk allemaal mee. Ik heb de batterij er alvast in gedaan. En we zetten hier als eerste de vrachtwagen aan. Dat zit hieronder op een knop. Even kijken, hoor ik hem dit? Dan zet ik hem aan. Dan heb ik hier de afstuwing erbij. Die ook even kijken. Zet ik ook aan. Nou, dan gaat hij nu verbinding bouwen. En druk ik op het sleuteltje. Dan hoor ik hem al gelijk opstarten. Dat is duidelijk. Druk even op deze rechtse knop. Nou, dan hoor je dat hij afschakelt. Maar hij werkt wel. Want kijk, dan gaan we al rijden. Nou, de functie die we dus kunnen bedienen met afstuwing. Dus is het rijden wat je net hier al ziet gebeuren. Zo gaat hij rijden. Hij kan links-rechts sturen. En ik zie hier op twee extra grote knoppen. Die hebben te maken met het laadsysteem. Want dat werkt ook gewoon. En als we daar eens naar gaan kijken. Hebben we dus geleverd met twee tal van Disson Clico standaard. En ik heb hier voor de aardigheid, je ziet het net al uitvallen. Wat speelgoed, afval, kunststof, korrels. Nee. Bijgedaan. En als ik met deze knop aan de slag ga. Gaat hij dus de Clico op zo'n manier helemaal automatisch legen. Dat is één. Wanneer je wat verder kijkt naar de details. Draai ik hem even bij. Zie dat hij geleegd is. Druk hem zo weer omlaag. En met deze andere knop. Moet ik even kijken hoe je kan opdraaien. De andere kant op, zei ik. Dan zien we dus het vuil wat ik erin gestort heb. Dat het hier met deze twee ronde ja, walsen, zeg maar. Daadwerkelijk de auto in gaat draaien. Ja, en dat is natuurlijk heel erg cool, hè. Die weer eventjes omlaag. Ik zie dat er nog even het voorlicht. Die gooi je er ook weer in. Ik druk deze knop erin. En op zo'n manier is hij dus bezig het afval in de auto te draaien. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Nou, we laten dat uiteindelijk achter deze klep. En deze klep die kan op zo'n manier ook open. En dan valt alles eruit, dat doen we eventjes niet. En op zo'n manier kan ik dus wat ik allemaal verzameld heb weer gaan storten bij de stortplaats. Nou, het is een grote auto in de schaal 21. Helemaal van kunststof gemaakt, lekker robuust. En dat in combinatie met een, ja, eigenlijk een eenvoudige achterbediening. Al geschikt voor jongere kinderen om gewoon heerlijk aan de slag te gaan met dit grote speelgoed verkrijgen bij Tim's Speelgoedboerderij. Vindt het ook leuk? Wil je er meer voor zien of gelijk bestellen? Dat kan op onze website. Klik ervoor op de link die je naast in beeld ziet. Kom je op onze website uit voor meer informatie.